Schachman was de man die er net aan de finishlijn een beetje tussen de volkwagens, die er nog niet tussen zitten, eigenlijk tussenom. En die eigenlijk misschien de sprong gemaakt heeft van groep 2 naar groep 1. Sterk. Heeft zich als jongere laten verrassen in dat aanrijgenweld, zullen we maar zeggen. Maar nu toch de sprong gemaakt. Als enige de rest. Misschien ook als enige gemotiveerde.